Hey mensen! Hallo! Jawel, jawel, jawel. Het gaat echt gebeuren. Ik ga Marit ten huwelijk vragen! Nee, ze heeft op dit moment een presentatie. Dus we kunnen hier nu even vrij praten. Zij weet natuurlijk van niks. En het gaat gewoon echt gebeuren, jongens. Ik ga het gewoon doen. Marit wil natuurlijk al super lang trouwen. We zijn al 3 seizoenen van Cliffhanger aan het uitmelken met een bruiloft. Maar nu gaat het in het echt gebeuren. Ik ga het gewoon doen. Bruiloften zijn fantastisch. Het is om de liefde te vieren. En ja, we zijn al heel erg oud. Vooral Marit. En ja, we moeten het nu toch echt wel een keertje gaan doen. Maar gelukkig heb ik een heel team om me heen die me gaan helpen. Thanks alvast, jongens. Maar wat natuurlijk ook bij een huwelijksaanzoek hoort, is de handvragen. De handvragen aan de vader, mijn schoonvader, of in ieder geval soon-to-be schoonvader. Dat wordt ook wel spannend, want als hij nee zegt, gaat het gewoon helemaal niet door. Het zijn al deze opnames voor niks. Maar laten we daar maar niet van uitgaan. Peter, dit is Peter, dat is de vader van Marit. En die zegt altijd, oh, Dylan, je moet wel van goede huizen komen. Met een Amsterdams accent, wat ik niet zo goed na kan doen. Ik heb Rick een offerte laten maken. Deze offerte, die nu in beeld is. En die ga ik overhandigen aan mijn schoonvader. Aan Peter dus. Als hij die ondertekent, dan mag ik de hand van Marit. Zo simpel is het. Maar na het ondertekenen van deze offerte gaan we er natuurlijk nog een schepje bovenop doen. Want dan gaan we echte dieren regelen. Gelukkig heb ik jullie. Rick, kun jij dan even de dieren gaan regelen alvast? Wat, ik? Ja, 10 schapen en 1 kameel dus. Schapen en een kameel. Als jij even rond kan gaan bellen. En Lishan, als jij mij verder helpt met het plannen van het hele huwelijksaanzoek. Yo. Top. Want we gaan het dus doen op de allerlaatste opnamedag van Cliffhanger. Dan heeft Marit al een trouwjurk aan, dus dat is super bizar. Een huwelijksaanzoek in een trouwjurk. Maar dat vind ik juist wel mooi. Dus de allerlaatste opnamedag van Cliffhanger, daar gaat het gebeuren. Maar eerst dus nog dieren regelen en een ring. Is misschien ook wel handig. Ik ga even kijken naar een goede juwelier. En dat laten we niet aan deze gasten over, want dan komt het helemaal niet goed. Maar eerst de hand, want als ik die niet krijg, dan gaat het hele feest sowieso niet door. Peter Brugman. Here I come. Ik ben op dit moment in Blitterswijk. Jeetje, wat staat die ventilatie hard. Ik ben op dit moment dus in Blitterswijk. Hier woont de vader en natuurlijk ook de moeder van Marit. Ik ga nu officieel de hand vragen. Ik heb hier een offerte in zitten voor Peter. En als hij die ondertekent, dan geeft hij dus toestemming voor de hand van Marit. Ik ga dit overigens niet filmen. Dat doe ik met de volgende reden, want ik vind wel dat het een soort van ook echt moet zijn dit moment. En om daar weer met een camera te staan en weet je wel, dat maakt het minder echt. Ik wil wel even een echt officieel momentje hebben met mijn soon-to-be schoonvader. Dus offerte mee en hopen dat hij ja zegt. Ja, ja, Peter heeft officieel ja gezegd. Ik mag de hand van zijn dochter. Het was echt een prachtig moment. Ik ben blij dat ik het niet heb gefilmd. En tegelijkertijd vind ik het jammer dat ik het niet heb gefilmd. Maar hij snapte het in het begin niet. Hij keek naar die offerte. Hè? En toen ineens stond hij al begon nu met te knuffelen. Het was echt mooi. Hij heeft het ondertekend ook echt. Dit is hem, met ondertekening. En nu is het dus tijd voor het echte werk. Want ik kom mijn beloftes na. Er gaan 10 schapen en een kameel geregeld worden. Blazers uit! Nou jongens, ik ben net weer thuis. En ik heb het gehaald. De ring! Oh! Hoe moeilijk het is om Marit hier niet achter te laten komen. Dat is echt bizar. Ik ben vandaag trouwens jarig. Dit is op 23 oktober opgenomen. Dankjewel voor de felicitaties. En tijdens mijn verjaardag ben ik weg moeten sneaken. Want vandaag moest ik de ring wel halen, anders haalde ik het niet meer. Ik had geen tijd verder. En kijk waarin ik zit. In onze oude auto. Ik heb opzettelijk de Tesla niet opgeladen. Dus ik zei vandaag, ik heb een afspraak, maar ik moet nou met de Polo. Ja, nou ja, het is niet anders. Dus ik ben opzettelijk met deze auto gegaan, want Marit kan zien waar de Tesla rijdt. En ik wil het risico niet lopen dat ze daar zegt, hoe ver is Dylan nu? En dat ze dan ziet dat ik bij een juwelier sta. En dit is hem, jongens. Ik ga hem gewoon aan jullie laten zien. Daar komt hij. Ik weet niet of je hem goed kan zien, want het is al een beetje donker buiten. Maar vooral hier in de auto. Wacht even. Hallo? Hallo? De officiële verlovingsring. Met diamanten aan allebei de kanten. Ik vind hem in ieder geval heel erg mooi. Ik ga hem nu goed verstoppen. Maar het mag hem niet vinden. Ik ga snel mijn verjaardag vieren voordat ze iets doorheeft. En dan is het bijna zover. Nog maar ongeveer een weekje te gaan.
Spannend! Spannend! Goed, we zijn op dit moment bij het huis van Peter en Carla, de vader en moeder van Marit. Vandaag is het zover. Ik ga het cadeautje bezorgen. De bruidschat, noem je dat. Ja. Rick, jij hebt de dieren geregeld? Ja. Ja, de schapen zijn geregeld en de kameel een soort van. Wat bedoel je met een soort van? Ja, het is wel een kameel. Ik heb gewoon... Het is geen kameel geregeld, hè? Nou ja, ik heb dus een kameel geregeld, maar niet echt een kameel. Jij hebt geen kameel geregeld? Ja, wel. Maar schapen heb je wel? Ja, die heb ik wel. Echt levende schapen. En die komen er nu aan? Die komen er zo aan als het goed is, ja. Oké. Okay. Ja. Maar de kameel die... Ja, weet je, ik laat je wel zien, wacht even. Wat heeft hij nou? Wat heeft hij nou? Ik had Rick dat ook nooit moeten laten doen. Rick? Ja. Ah, nee. Dit meen je niet. Wat? God. Dit is toch net echt? Wat is... Op de zijkant. Wat is dit, jongen? Ja, ik vind het ergens ook wel heel erg grappig eigenlijk. Weet je wat we dan doen? Jullie gaan binnenstaan en dan laten we eerst schapen zien. En dan zeg ik tegen Peter... Maar ja, Peter, er stond nog iets op de offerte. Oh, dan gaat hij stressen, want dan denkt hij dat die kameel binnen staat. Zo, hey, nou Dylan, de schapen zijn er. Top. Had je twijfels? Nee, je hebt het gefixt, man. Ja, zeker. Heel netjes. Zo. Ja, Peter, de bruidschat, hè. Je vraagt erom en dan krijg je ook wat. Het zijn wel mooie schapen, zeg. Kijk, super. Geregeld. Helemaal mooi. Ja. Ze hebben wel al een beetje zitten plassen op de oprit. Sorry, Peter. Ja, maar ja, jij wil schapen. Dus in principe is het niet mijn schuld. Ja, die plassen nou helemaal. Zo. Peter moet natuurlijk wel denken dat er een echte kameel binnen zit. Die schrikt zich helemaal kapot. Hoezo denken dat er een echte kameel zit? Ik vind inderdaad dat je op een kameel lijkt, maar... Ik denk ergens dat Peter, als hij jullie eenmaal ziet, niet denkt dat het een echte kameel is. Ja, 100%. Ja, ik kom. Ja? Hij zit nu dus even te praten met de zus van Marit. Die woont hier ook. Goed. Oh, mijn nacht. Daar gaan we. Daar komt hij. Ha! Ik vermoed iets. Belofte maakt schuld, hè, Peter. Je hebt een offerte getekend. Ja. Dus ik heb wat voor de hand van uw dochter. Hey, trouwens. Hey. Hallo. Wat ik zeg, belofte maakt schuld. En ja, Marit is het zeker waard. Dus loop maar even. Nee, ik ga even met je mee. Staat hier iets heel moois voor je klaar. Speciaal voor jou, Peter. Dit is ook wel een heel trosje, hè? Ja, dat is mooi, hè? Het zijn er als het goed is precies 10. Ik kan nog even natellen. Ja, en die kameel? Die komt nog zeker. Zijn we nou voor mij, jongens? Goed dat je erover begint. We hebben binnen nog een verrassing staan. Ja. Moet wat voor Marit, hè? Het is hier. En nog een camera. Oh, sorry. Die is wel heel lief deze, hoor. En ja. Nog wel, pas maar op. Ik hoop dat je er blij mee bent met deze kameel. Kan ik er ook op rijden? Ja, absoluut. Je mag er alles mee doen wat je wil. Voor de knietje. Hierheen. Ja, deze is wel iets stammer. Ja. Ja. Je kan hem aaien, kijk maar. Ja. Oh, lief. Trappen wel. Maar jullie laten geen keutels vallen of zo. Nee. Rick, heb jij gepoept? Ik bedoel kameel. Nee. Ja, Peter. Ja, ik ben er. Ben je blij mee? Ja, nee, dankjewel. Okay. Neem jij Marit, hou ik dit? Ja, top. Dat is de deal. Dus. Ik moet wel straks thuis zijn voor het avondeten eigenlijk. Maar... Nee, vanaf nu ben je vanaf hier in dienst. Dylan? Maar ja. Sorry, dat was de deal. Ik heb met Peter afgesproken. Ik kan het contract er even bij. Ja, precies, Rick. Lees het contract maar. Nou, Peter, succes met de bruidschat. Ja, hey, dankjewel. Dat gaat helemaal lukken. Top. Nou, nu is het tijd voor het echte werk. Jongens, tot ziens, hè. Doeg. Jongens? Dylan? Jongens? Maar...
Het is vandaag zover. Hiernaast is Maarten zich nu aan het klaarmaken, maar wat ze niet weet is dat ik hier een echte ring heb. Want het gaat gebeuren vandaag. Deze man gaat op zijn knieën. Spannend, jongens! Spannend! Het leven is bijna voorbij! Nou, op dit moment zijn we dus bezig met de opnames van de laatste cliffhanger. En ik kan nu natuurlijk niet echt vloggen of tegen de camera praten, want dan heeft Marit iets door. Staan er 15.50, 38. Komt ie, in stress gaan zitten en actie. Ik ben ondertussen aan het regisseren, maar door de zenuwen gaat dat niet meer zo lekker. Oké, de jongens mogen weer achter plaatsnemen en die zat natuurlijk al. Tja, mijn hersenen werken echt even niet meer zo goed. Eerst een beetje praten met elkaar, behalve Tim en Rick en Turk. En nu is het moment daar. Mijn hart maakt overuren en iedereen behalve Marit weet wat er gaat gebeuren. Ja. Dan mag ik nu de bruid kussen. Ik doe de zoen. Jij gaat met de camera omhoog. Ja. En dan mag jij blijven. En dan mag je hem... Dat is het eigenlijk. Hier is het moment. Dan mag ik nu de bruid kussen. Was dat de laatste shot? Ja. Staat alles er dan op? Ja. Ja? Nou, dan is het even tijd voor het echte werk, maar. Echt niet. We hebben trouwen. Oh, gelukkig zei ze na al die nee's uiteindelijk toch ja. Het is officieel, we zijn verloofd. Ik vind het zo. Ik vind het echt helemaal niet goed. Waarom denk je dat iedereen erbij is vandaag? En op het kantoor zijn ook erbij. Je was bijna twijfelen zelfs over je antwoord. Wauw. Vind je wel mooi? Ja, heel mooi. Oké, gelukkig. Nou, dames en heren, tijd voor party at the Upper! En van het feestje daarna hebben we maar geen beelden gemaakt. Of ja... Ik ben verloofd! Ik ben super, verloofd!